fun and sane. Oppassen voor speculoos pasta. En muziek in plaats van geweld. Goedenavond, welkom bij een nieuwe uitzending van je eigen journaal. Je hebt vast een lievelingsboek of een verhaal die je vaker leest. Maar wat vind je ervan als iemand het voor je doet? Voorlezen. Dat is wanneer je niet zelf het boek leest, maar iemand anders het verhaal leest en jij luistert aandachtig. Jezus roept ook hen om hen te volgen. Wat zou jij hebben gedaan als Jezus je had geroepen? Zou je meteen met hem meegaan? Ik lees zelf, omdat dan kan ik het beter leren en ik ben groot genoeg om zelf te lezen. Omdat je gezellig met je moeder kan zitten en het zou leuk zijn als je met je moeder kan lezen. Ik zou gaan voor zelf lezen, maar wanneer het soms nodig is dat ik het boek niet een beetje kan verstaan, dan leest iemand het wel voor me voor, net als mijn broer, als hij de tijd heeft. Op 4 maart, de Nationale Voorlees- en Verteldag, wordt er vaak voor kinderen op verschillende plekken voorgelezen. Vandaag doet de schrijver Gerrit Baren het op de Anseli Burgerschool met zijn nieuwe boek Fort Boekoe. Vraag Dalberg mij eten, wat eten en water voor me. Alsof ik een verstekeling was. Gelukkig hadden wij onderweg geen stormen. We kwamen, gelukkig voor mij, in de zomer in Amsterdam aan. Ik maakte snel vrienden. Nou, het gaat over Harold en Killa. Dit is deel 4 uit de serie van Harold en Killa. En nu zijn de jongens in het Kotika-gebied. Om een beetje in de historie te duiken. Gaandeweg, het verhaal wordt het serieuzer. Maar dan komen ze bij Fort Boekoe terecht. Dat boek ging over Fort Boekoe. Over een fort bij de swampen. Allee, wat ik weet is, het is van de geschiedenis. Het is na 4 jaren dat Gerrit Baren weer een kinderboek heeft geschreven. En volgens hem is het heel belangrijk dat er gelezen wordt. Voorlezen is ontzettend belangrijk. Niemand denkt aan de diepere waarde van het leven. En dat is lezen. En die toegang tot een andere wereld. Want een boek is een wereld op zich. Ja, kinderen die veel lezen, merken direct dat hun taalvaardigheid neemt toe. Ze zijn ook flexibeler, ze zijn niet verlegen. Ze geven gewoon hun mening, omdat ze hun mening in hun gedachtengang onder woorden brengen. Bij mij is lezen belangrijk, omdat ik vind dat als je leest, dan kan je meer leren over je toekomst en je verleden tijd. Dat boek voor boeken heeft Gerrit Baren al 25 jaar geleden geschreven en vond het nu pas de geschikte tijd om het te publiceren. Nu vind ik het de tijd dat we dus die awakening moeten zijn, die bewustwording moeten zijn van hoe het was in de slavernij. Om te weten wat is hun verleden, hoe zijn ze hier, waarom zijn ze nu hier. Dat is heel belangrijk toch, waarom ben je hier? Omdat je een plantage-economie had. Er waren plantages in Suriname, er was slavernij. En het gevolg daarvan dat we nu hier zijn. En alles wat er gebeurd is, moeten we nu een beetje ook weten hoe het komt. Gerrit Baren heeft een deel van het boek voor de leerlingen voorgelezen. De rest mogen ze zelf lezen, want de school krijgt een exemplaar van zijn nieuwe boek. Het boek voor Boekoe wordt in verschillende boekenwinkels verkocht en op scholen. Natuurlijk hoef je niet te wachten op voorleesdag om lekker een boek te gaan lezen. Wanneer je zin hebt, gewoon een boek pakken. Nieuwe toerismemerk voor Suriname. Oppassen voor speculoos pasta en rapper SFB voorlopig vrij. Deze berichten krijg je vandaag in onze korte nieuwsblok. Rapper KM van de Nederlandse groep SFB is vrij. Tenminste, voor nu. Dat heeft de rechter besloten. De strafzaak is nog gaande en de andere twee verdachten blijven opgesloten. Om er zeker van te zijn dat rapper KM niet stiekem het land uitgaat, moet hij iedere week zich aanmelden bij de vreemdelingendienst. De jongens zitten al vanaf december in de gevangenis en nu is er 18 maanden celstraf geëist. 12 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Dat betekent dat ze die nu niet hoeven uit te zitten. Aangezien ze al 3 maanden straf erop hebben zitten, zouden ze in juni vrij kunnen komen. 2 jaar geleden deed de moeder van een meisje van 15 aangifte bij de politie omdat er een pornofilm van haar dochter verspreid werd. Het meisje zegt dat ze in een hotel seks heeft gehad met de jongens van SFB en dat gebeurde met haar toestemming. Ze had wel gevraagd dat ze de video zouden wissen.
Toestemming of niet, volgens de wet is seks hebben met een minderjarige strafbaar. En daarom wil de rechter dat alles goed onderzocht wordt voordat zij een definitieve straf geeft. Op 16 maart gaat deze zaak verder. Alle 90.000 potjes Nederlandse lote speculoospasta, crunchy, moeten terug naar de fabrikant. In het broodbeleg zijn kleine stukjes metaal gevonden en dat kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Speculoos is een smeerpasta dat lijkt op een combinatie van pindakaas en speculaas. De potten die terug moeten naar de fabrikant zijn te herkennen aan hun gele deksel. Ook hier wordt er speculoos verkocht. Dus ben je een fan? Kijk naar het potje. Is het van het merk Lotus en heeft het een gele deksel? Breng het dan zo snel mogelijk terug naar de winkel. Een grote boom met daaronder de tekst Suriname, Earth's Greenest Treasure, wat betekent dat wij het groenste schat van de wereld zijn. Dit logo is afgelopen woensdag door Stichting Toerisme Suriname gepresenteerd. Volgens de stichting is deze tekst perfect voor ons land, omdat we meer dan 15 miljoen hectare bos hebben. In het logo is de kleur groen heel belangrijk, omdat het staat voor leven, vernieuwing en de natuur. Behalve onze prachtige bossen hebben we in Suriname nog veel meer waar toeristen blij mee zijn. Lekker eten en verschillende culturen. In de Mexicaanse stad Xochitl worden er muzieklessen verzorgd als oplossing voor het geweld in die stad. De leerkrachten geloven dat door muziek te maken je beter met je gevoelens kan omgaan, het zorgt voor rust en ritme en het maakt mensen blij. Dit verhaal vandaag in Wadada News for Kids. Esta colonia es muy conocida por la delincuencia. Con el proyecto de la música ha reducido la delincuencia en esta colonia. Hay alrededor de 30 niños. Unos vienen de familias numerosas, de familias humildes. Aprendí a tocar el violín, el cello y la viola. A leer las notas, lo más importante es el solfeo, porque ahí nos dan los tiempos, cómo tenemos que coordinarnos y todo eso. He aprendido cosas valiosas y he aprendido a convivir y a saber más sobre la música y sobre el entorno que lo rodea. Behalve dat je nieuwe vaardigheden bijleert, kun je door het spelen van een muziekinstrument iemands gevoel beïnvloeden. Me gusta la música porque es la manera en la que yo me puedo desenvolver y puedo expresar mis sentimientos. Es un medio de distracción porque puedo enseñarle a las demás personas y así pueden ver lo que estoy haciendo. Cuando toco un instrumento siento tristeza, alegría, enojo y todos los demás sentimientos que pasan por mi mente o que estoy sintiendo en ese momento con el sonido de las cuerdas del cello. Door nieuwe dingen te doen worden de studenten geïnspireerd. Nieuwe ideeën en dromen worden gecreëerd. Lo que me gustaría es que creciera más, tuviera más alumnos, fuera más reconocida y fuera más importante. Yo lo que quiero ser es músico, aprender a tocar bien el cello y poder tocar en las grandes orquestas. En hiermee zijn we gekomen aan het eind van de uitzending. Ik hoop dat je hebt genoten. Fijn weekend en tot maandag. Doei!